En goedemorgen. Hier zijn de scholen weer begonnen. Ik weet dat in het noorden van het land is er vandaag vakantie. Dus mocht je vakantie hebben, fijne vakantie. Of gehad, als je dit ziet. Ik heb vanochtend al heel veel gedaan. Ik heb de mat schoongeschropt. Ik heb de vaatwasser alweer aanstaan. Mijn was alweer gedaan. Gezorgd dat Liam eten heeft. Ik heb gezorgd dat Jordi en Sam naar school gaan. Sam moet ik om 12 uur ook weer ophalen. Het is nu 10:30 of zo. Ik heb de keuken nog opgeruimd. Ik heb gezocht naar macrogoolpoeder in mijn kast. Want ik wist zeker dat ik die nog had. Niels kon het niet vinden, zei hij. Dus ik heb daarvoor gezocht. Jordi geholpen met zijn buik, want die had vanochtend ook weer buikpijn. Dat. Vanavond moet ik de vloer gaan schrobben, want morgen, einde van de middag, komt mijn nieuwe bank. En dan wil ik gewoon de boel schoon hebben. Dus vanavond gaat deze bank eruit. En dan vanavond de vloer schrobben. En dan is morgen weer schoon. En dan hoop ik dat mijn mat ook een heel eind droog weer is. Dan kan morgenavond een collega van Niels hier de boel impregneren van de bank. Want dat is zijn werk en dat doet hij regelmatig. Dus hij weet hoe het werkt. En dan is het woensdag weer gewoon helemaal prima. Ik doe wel gewoon dekens op de bank. Ik heb nieuwe dekens gekocht. Dus die komen gewoon op de bank te liggen. Want ik vind het zonde als er iets mee gebeurt. Dat is hoe het nu gaat zijn. We gaan het allemaal zien hoe het loopt. Ik doe gewoon wat ik kan. We zijn aan het wachten op Sammy, hè? Dank u. Sammy? Sammy? Ja. Mama heeft tosties gemaakt van broodjes. Dus dat kunnen ze dadelijk eten. Maar nou eerst even wachten. Oh, en dit is een beeld die jullie al even niet meer gezien hebben. En oh, was dit maar haar toch vervelend. Maar goed, dat terzijde. We zijn aan het wachten op Jordi. Wat deed mama net? Mama deed net? Ik had muziek aan staan en ik was allemaal gek aan doen. En hun haar mee aan doen. Wauw. Dus dat. Het zijn geen broers, ze lijken maar zo. We hebben het oudste lid van de Bambix Band opgehaald. En nu gaan we naar binnen. Jordi heeft vandaag ook gezwommen. Vorig jaar. Heeft hij niet kunnen zwemmen, omdat hij continu oorontstekingen had. En we hadden geen fatsoenlijke zwem gebeuren, omdat hij continu scheidt natuurlijk. Dus je bent overal naar op zoek. We hebben nu iets gevonden. Ik heb dat gewoon gekocht. Het is een zwemluier voor grotere kinderen. Maar omdat Jordi dus alles onderscheidt, moest er klitterband en alles aan gemaakt worden. Ik kan het nu niet laten zien. Het ligt in de wasmachine nu schoon te worden. Maar we hebben inmiddels dus de juiste zwemluiers. In ieder geval de juiste attributen gevonden om hem te kunnen laten zwemmen. En dat is helemaal goed. Dat is helemaal prima. Maar Jordi heeft dus een trauma aan zijn achterste. En vanochtend heb ik hem dus al moeten helpen. En dat weten ze ook dat hij dat heeft. En vooral nu hij die botox niet meer heeft, zeg maar, dat hij uitgewerkt is. Is het nog een groter dingetje voor hem. Omdat hij, het doet gewoon pijn. Er zit vanaf zijn anus 1,5 centimeter zieke darm nog. En zijn anus doet ook niet wat het moet doen. En 100% kunnen ze het niet zeggen, maar 95% is dat ook gewoon hier een sprong. Ik had vanochtend dat ik hem dus al moeten helpen met het staafje. En als ik het over het staafje heb, dan heb ik het over deze rakker. Die moet dan in zijn anus. En dan wek ik op dat hij moet ontlasten. En dat is niet erg. Dat is
gewoon prima. Maar ja, dat betekent dus al dat ik hem vanochtend al een nare ervaring heb gegeven. Dus daar blijft hij dan ook de hele dag mee zitten klooien. Dus ze gingen hem uitkleden en ze wisten, hij was in het zwemhok en alles. En dan gingen ze hem uitkleden enzovoorts. En ja, dan wordt hij ondertussen al helemaal over de zeik, omdat hij zoiets heeft van, jullie gaan iets met me doen. En hij vindt zwemmen wel heel fijn, maar de weg naar het zwemmen toe is voor hem wel een dingetje. Maar dan wordt hij gaat hij zo over de zeik, dat hij heel erg gaat poepen. En dat is niet erg, maar doordat hij dus niet die botox heeft en geen goede doorloop heeft, poept hij gewoon dan niet genoeg en zit hij heel snel vol en dat soort dingen allemaal. Maar ze willen hem wel de ervaring van het zwemmen geven en dus zetten ze door. Dus blijkbaar om 2:05 waren ze nog steeds hem aan het omkleden. Terwijl hem 2:15 eigenlijk al in het zwembad zo geplonst moet hebben. Maar ze hadden wel zoiets van, we zetten door en hij gaat alsnog, al is het maar 10 minuten, al is het maar een kwartiertje, toch zwemmen. En zorgen dat hij toch een fijne ervaring heeft en dat we het goed kunnen afsluiten. Zodat hij in ieder geval even gerelaxed heeft. Nou, ze hebben een keer of 3-4 hebben ze zijn zwemluier, laten we het even zo noemen, hebben ze uit moeten spoelen. Omdat hij dus alweer gescheten had voordat ze überhaupt klaar waren. Dus ja, toen hij eenmaal erin lag, toen is hij al helemaal aan het gegaan. Dus ja, hij vindt gelukkig, de zwemjuf vindt hij helemaal geweldig. Dus ja, dat is zijn beste vriendin. Ze gaat hij ook lekker mee knuffelen en kroelen en zo op dat moment en lekker dobberen. En dan komt hij dus uit het zwembad. En dan zouden ze hem eigenlijk volgens het protocol moeten afspoelen. Maar voor Jordi is dat gewoon een heel groot ding. Dat is voor hem. En dus wij hebben afgesproken met school, hebben ook goedkeuring voor gehad, dat ze hem gewoon zo schoon mogelijk maken en zijn kont insmeren. En dan doen wij hem 's avonds na het eten in de douche. En dat is de afspraak die we hebben gemaakt. Maar wat ik hiermee wil zeggen is dat het een hele happening voor Jordi is om bijvoorbeeld te gaan zwemmen. Dus dat is ook de reden waarom wij bijvoorbeeld niet zomaar met Jordi weggaan om te zwemmen. Dat is gewoon zo'n heel ding voor hem. En dan ben je langer bezig met verzorgen dan dat je überhaupt in een zwempad zit. En het moet sowieso wat warmer water zijn, want Jordi houdt niet van ijskoud water, dat moet hij niet. Dus we zijn ook aan het kijken hoe dat hier met dit zwembad wat we hier hebben, hoe we dat kunnen doen in de toekomst. Dus ja, we zijn gewoon ook allemaal opties aan het kijken natuurlijk. Maar ja, dat is wat ik eigenlijk wou vertellen, dat het gewoon een hele happening is. En hoe dat een beetje in zijn werk gaat bij Jordi. Hopelijk als hij zijn botox heeft gehad, dan is hij wat meer leeg. Dus kan hij niet zoveel gaan poepen en gaan doen dat het zeg maar zo erg onder zit. Dus daar hopen we op. Maar ja, het is en blijft afwachten voor hem. Maar ik kan je wel vertellen, school doet er alles aan om elke ervaring zo positief mogelijk te houden. Op welke manier dan ook. En gelukkig, en dat moet ik ook even zeggen, heeft hij altijd dezelfde verzorgers. Dat wisselt niet zomaar. En als dat wel wisselt, dan zijn hun van tevoren al een paar keer bij Jordi in de buurt geweest met verschonen. Zodat dat allemaal wat makkelijker gaat. Want hun kunnen Jordi niet in hun uppie verschonen. Want Jordi werkt gewoon te veel tegen in verband met alles wat Jordi heeft en mankeert. En angst en dat soort dingen. Dus dat. Maar goed, ik heb alweer lang genoeg geluld. Ik ga mijn vlees aanbakken. Ik ga daar even luiers doen, want dat is ook nodig. En dan dadelijk even opruimen. En dan komt Niels alweer bijna thuis. Ik heb Jordi op zijn kamer gezet. Want, of Jordi. Hoor mij dan. Deze knappe vent zit gewoon hier. Die grote vent. Hij had het goed gedaan op school. Maar ik heb zijn broertjes. Broertje Liam heb ik op zijn kamer gezet. Want Liam was vervelend. Heel erg vervelend. Nee. Hè? En jij bent heel blij. Nee. Ja, jij bent heel blij. Dat doet hij met zijn broer. Hi. Die heb ik op zijn kamer gezet.
Op de bank jij. Meneer 27 kilo, schoon aan de haak. Maar hij was zo vervelend. Dus hij zit op zijn kamer nu. Hij komt pas van zijn kamer af als ik hier even de boel een beetje heb opgeruimd. Want ik hoor koekoekoek van al die zooi. Ik zal het even laten zien. Dit is wat hij heeft gecreëerd. En er ligt nog van alles onder de bank. Die hokker ga ik even naar buiten gooien. Want vanavond gaat de bank toch weg. En die hokker staat me nu in de weg. Want ik ben er nu klaar mee. Dus dat. En nu kan ik het heel even naar buiten gooien. Want nu loopt hij mij niet voor mijn voeten. Zo. Het is 11:15. Ik heb de hele vloer beneden geschrobd. Met de hand. De bank is eruit. Morgen, einde van de middag, komt de nieuwe bank. Dus dat. Maar Niels heeft hem al uit elkaar gehaald en dat soort dingen allemaal. Want ja, daar kan ik niet in mijn uppie. Dus maar ja, die mensen die hem komen plaatsen, die plaatsen gelijk alles zoals het hoort. Dus dat is goed. We hebben het nu even zo neergezet. Lijkt wel een kindercrash show, hè? We hebben de kussens even op de grond neergelegd, zodat ze morgenochtend toch even een flesje kunnen doen. Ik heb brood gesmeerd, ik heb alle kleren klaar liggen. Dus ik heb alles in zoverre in kannen en kruiken. Niels deed douchen. Ik had al gedoucht met de kinderen. Maar ik doe daar ook nog heel eventjes een washandje even. Want, Maar goed, dat. Ik heb verder alles gewoon klaarstaan. En morgen zien we wel hoe het loopt. Ik kan daar niks op zeggen of vooruit op lopen of wat dan ook. Ik weet alleen dat ik heel mijn vloer heb geschrobd. Oh god, hoe noem je dat nou? Ik ben gewoon moe, jongens. Vroeger heb ik helemaal ook staan schrobben en de tegels. En, ja, op een gegeven moment is het gewoon zo. Het is niet overal even goed gelukt, maar hey, over het algemeen is het schoon. Dus daar doen we het voor. Ik ga heel eventjes zitten. Even wat eten. Ik heb trek. En dan lekker even tanden poetsen en even mezelf opfrissen en slapen. Goedemorgen. Ik heb Jordi en Sam al naar school gebracht en ik ben ook al naar de winkel geweest. En Liam is nu lekker een broodje aan het eten. En ja, dat. Ik ga daar even was aan zetten en alles erop en eraan. En, oh, ik heb het gevoel alsof ik gezopen heb. Maar ik heb gisteren de vloer gedaan. Ja. Dus mensen, als je je eigen de volgende dag brak wil voelen, moet je op handen en voeten de vloer gaan schrobben. Maar goed. Komt allemaal goed. Ik heb zin in vandaag. Het is hier weer één grote pestbende. Maar dat ruim ik straks wel op het moment dat die bank komt. Want ze bellen me van tevoren op. Dus dan kan ik alles even aan de kant zetten gauw van tevoren. Ik heb even de kleinste dikkop van het gezin opgehaald. Die zitten nu lekker te eten. Het lijkt al af en toe of ik hier nu een dag, kinderdagverblijf heb. Zo, nou het zo staat. Kinderdagverblijf. Ik vind het wel grappig. Ik ga ook even eten. En dan sta ik nog even drinken geven aan de jongens. En wachten tot het 2 uur is. Dus dat is wat we gaan doen. De bank komt eraan. Ik heb alles even aan de kant gezet. Ben benieuwd. Dus in de volgende swipe. Nieuw bank. En toen hadden we een bank. Yay! Ik ben er blij mee. Wat moet je doen als je wacht op het eten? Juist, je gaat midden in de keuken zitten. Want wat eten we? Frietjes! Frietjes! Serieus, Boemba krijgt wel een kus en ik moet maar het uitzoeken of zo. Mama krijgt geen kus. Krijgt mama geen kus? Ja, maar mama wil ook kusjes. Mama wil ook kusjes. Hmm.
hoe hij dat ook doet, hè, zo. Daddy. Je bent zo schattig. Je bent een schatje. Af en toe niet, maar vaak wel. En mijn bed. Ja. De bank is geïmpregneerd. Ik heb daar gelijk alles even schoongemaakt en alles neergezet. Morgen kunnen er wat dekens nog op. Want nu moet daar even niks op. En ja, ik heb brood gesmeerd. En dan gaan we morgen wel zien. Niels brengt morgen Liam en Jordi naar school. Dan hebben we om 9:30 hebben we een afspraak met Stichting Mee. Maar dat ga ik nog in de toekomst een keer uitleggen. En dan moet ik morgen om 11:50 moet ik met Sam naar de waar je wegen meet. Ik ken daar nooit zo goed uitspreken. Consultaat. Ja, dat. Jullie snappen wat ik bedoel. En dan moet ik om 2:00 weer Jordi ophalen. Om 3:00 zorgen dat ik bij Liam op school ben. En dan, ja. Moet ik om 4:00 weer naar fysio voor Jordi. En dan moeten we morgenavond ook nog eventjes naar het gemeentehuis. Om idee's voor Jordi en voor Sam aan te vragen. Dus dat is wel wat we morgen allemaal moeten doen. Niels is morgen niet de hele dag thuis. Die is morgen alleen in de ochtend bij dat gesprek thuis. En ja, dat. Maar ik ben zo blij met mijn bankie. Oh, hij is mega groot. Maar we hebben dit wel echt gekocht met een gedachte. En we hebben ons niet verkeken of ze op de lengte of wat dan ook. Want we wisten dat hij er zo bij zou staan. Maar ja, Jordi wordt groter natuurlijk. Heeft meer ruimte nodig. Liam wordt groter, heeft meer ruimte nodig. Sam, idem dito. En dan kunnen wij ook nog een keer op de bank zitten. Dus ja, dat. In ieder geval, ik ga zo dadelijk heel eventjes dingetjes even nog opruimen. En ik ben aan het uploaden, daar ben ik ook op aan het wachten. Niels is even douchen. En dan is het alweer tijd voor bed. Goedemorgen. Niels is alweer werken. Liam en Jordi zitten op school. En wij hebben vanochtend een gesprek gehad met Stichting Mee. En hun gaan voor ons wat dingetjes uitzoeken. En nakijken en aanvragen. En wat dat allemaal precies is. Daar kan ik nu nog niet zoveel over zeggen. En waarom niet? Omdat ik zelf niet weet wat ze precies gaan aanvragen. Ze gaan dingen aanvragen. Maar wat precies, daar kan ik nog niet zoveel over kwijt. Maar ja, dat gaat te zijn de tijd komen. Het is nu 11:50. En ik moet om 11:50 ongeveer bij de consultaat zijn voor Sam. En dan gaan we dat doen. Dan gaan we daarna even gewoon naar de winkel. En dan is het weer bijna tijd om Jordi en Liam op te halen. Dus dat. We gaan zien hoe het allemaal loopt. Het slaapt. Het regent. Ja, ik ben bij het consultatiebureau geweest. Ik ben nu aan het wachten op Jordi totdat hij klaar is. Dan moet ik gauw Liam ophalen. En ja, dat. En het is altijd zo kloten om hier te parkeren op Jordi's school. Ja, vindt iedereen. Maar goed, ik heb een plekje. Ik moet ook altijd op tijd zijn hier, want anders heb je geen plek meer. Dus dat. Bij het consultatiebureau is alles gewoon oké. Is alles prima. Alles is geregeld. En voor de rest, we zien het allemaal wel. Ja, ze wilden gewoon de voortgang weten. Ik was eigenlijk gewoon, ja, eigenlijk is alles gewoon nog wel hetzelfde. Dus dat heb ik ook gezegd. Maar volgende maand moet Liam ook. Dan moet hij voor zijn 3,5 jaar spuitjes of zo, weet ik het, moet hij gaan. En dat is helemaal prima.
Maar dan willen ze ook een oogentest doen. En ja, dat gaat hem dus niet horen. Dus dat heb ik ook al eventjes gelijk doorgegeven daar. Dus ze gaan ook een verwijzing voor een oogarts even regelen. Want ja, ik zeg, je kan je best doen. Ik zeg, maar dat gaat hem niet worden. Ik ga het hem echt niet worden. Ik zeg, dat krijgen jullie niet voor elkaar bij hem. Dus ja, dat. Dus dat heb ik ook alweer geregeld. Nou ja, verder gaan we maar weer afwachten en kijken hoe en zo loopt. Voor nu ga ik even zitten wachten. En Sam slaapt, dus. Oh, en ik moet dadelijk, als ik Jordi gehaald heb en Liam gehaald heb, moet ik naar huis. Iedereen gauw drinken geven. En zorgen dat ik met Jordi naar de fysio ga. Maar het regent, dus ik heb al mijn eigen enigszins min of meer voorgenomen om ook gewoon met de auto Jordi naar de fysio te brengen. En de tablets van die twee jongste leden van de Bambix-bende mee te nemen. En dat we gewoon wachten in de auto. Want ik ga niet in de regen staan wachten. Daar heb ik gewoon echt geen puff voor. Daar heb ik geen zin in. Gaan we gewoon niet doen. Dus vandaar. Zo. Hun zitten aan de tablet. En Jordi is binnen bij de fysio. Ja. Jordi had ook heel veel zin in. Ik was een paar minuutjes te laat, maar dat maakt niet uit. De fysio van Jordi, die kent hem al vanaf zijn geboorte. Dus dat. Ja, hij is nou fysio en ik ga zitten wachten. En een spelletje spelen. Even. Even helemaal niks. Een half uurtje. Een hele goede morgen. Ik heb vanochtend al heel veel gedaan en niet gevlogd. Ik heb Jordi en Sam naar school gedaan. Toen ben ik nou, gauw naar de winkel geweest. Toen heb ik gauw alle bedden afgehaald. De kinderen hun bedden weer opgemaakt. Dat van mij zit nu in de droger, dus dat kan ik daarna weer doen. Liam en Sam zijn kamer al klaargemaakt. Dat kan afstoffen en stofzuigen en dweilen. Jordi's kamer moet ik nog even doen. En onze eigen kamer moet ik ook nog even doen. Maar dat gebeurt allemaal nog wel. Dank, goed gedaan. Maar ik ga jullie even meenemen in een heel lekker broodje. Ik heb deze uit de Appie gehaald. En het wordt een carpaccio broodje à la Mandy. Ik doe ook maar wat, hè. Maar dit is wat ik lekker vind. Ik heb Yo Fresh. En dat is niet om af te vallen of wat dan ook. Maar dat is gewoon omdat ik dit lekkerder vind. Doe ik als soort van boter op het broodje. Aan allebei de kanten. Gewoon wat jij lekker vindt. Hoeft niet dik, hoeft niet dun. Wat jij lekker vindt. Ik doe gewoon dat het gewoon wat besmeerd is. Zodat je geen droog broodje hebt. Want droog broodjes zijn lekker, hè. Nee, dat. Dan heb ik rucola. Die prop ik op het broodje. Tada. Ja, dat ziet er dan zo uit. Dan heb ik bij de Appie hem. Nee, niet aankomen. Wil je je kaasbroodje nog? Wil je deze nog? Nee, maar je krijgt nou ook niks. Nee, die krijg je nou niet. Die is voor straks. Nee, krijg je nou niet. Dan heb ik bij de Appie hen, heb ik carpaccio gemaakt. Je kan ook gewoon runderrookvlees of zo pakken, hoor. Maar dat is dan weer net iets anders. Dat is natuurlijk gewoon zo'n pakket. Nee, dadelijk. Liam, nee, dadelijk. Nee. Hij wil nou van alles, terwijl hij net gegeten heeft. Ik ga de hele even regelen. Nou, dat dus. Ik weet zeker dat de kinderen dit ook niet lekker vinden. Maar hier zit een dressing in. Pijnboompitjes. En parmezaantje kaas, oh nee, parmigiano reggiano, dat. En natuurlijk het vlees. Dit is in principe voor twee porties. Dus ja, ik doe ook maar wat. Ik pleur gewoon één portie zo. Hoppakee, bam, er bovenop. Haha, dat. Die andere, daar doe ik een zakje overheen en dat doe ik van de week wel eten. Deze weet ik niet of dit lekker is, want deze heb ik nog nooit gehad. Oh ja, die is wel te doen. Dan doe je pijnboompitjes, doe je dan de helft, doe je er natuurlijk op.
Dingetjes zijn lekker. Maar het is gewoon zo duur allemaal. Ja, ik snap ook wel waarom, hè? Maar goed. Een beetje kaas. Ja, dat doe je maar in kijken. Zo. En dan heb ik nog wat komkommer schuin gesneden. Die gaat er ook op. Zo. En dan wat van die dressing. Zo. En dan is dit je broodje. Ik ga het laten zien. Tadaa, dan is dit je broodje. Die ga ik lekker opeten. En de rest doe ik heel simpel in een zakje. Ik heb hier gewoon van die grote zakjes. En dan pak ik dat plasticje. Die doe ik hierin. Zo. Dan pleur ik de rest er ook bij. Deze ook zo. Hoppakee. En dan heb je het eigenlijk zo. Dan heb je eigenlijk gewoon een pakketje voor het volgende broodje. Dus dit zet ik dan zo in de koelkast. Smakelijk. Nou dacht ik ineens, jullie zullen ook vast een review willen. Om te zien hoe dat ik het broodje opeet. Nou, dat is heel simpel. Je pakt gewoon het broodje zo. En dan... Bouw of niet? Maar lekker. Ik ga even genieten van mijn broodje. En dan ga ik weer verder. Liam is lief voor iedereen. Ben je lief? Ben je lief? Oh, ben je lief? Oh, dat is lief van jou. Hi. Hi. Ja. Hij is lief voor Joefie, hè? Een kusje geven. Oeh, goed zo. Kusjes. Kusjes geven aan Joefie. Oei. Liam, kijk eens naar mama. Joef. Probeer eens joef te zeggen. Probeer eens zakjes. Oh, dat is lief. Oh, dat is lief van jou, hè? Voor Sam ben je ook lief, hè? Oh. Allemaal kusjes geven. Voor Sam ben je ook lief, hè? Oh. Hey Liam, voor Sammy ben je ook lief, hè? Hallo? Je bent voor Sammy ook de hele tijd al lief, hè? Sammy doe je ook al de hele tijd zo aaien. Zachtjes doen voor Joef. Nou gaat hij achter Sam aan. Voor Sammy ben jij ook al de hele tijd lief, hè? Hi Sam! Doei! Echt waar? Ja? Niels even douchen en het is gewoon bedtijd. Ik heb wel iets leuks. We hebben een zorgoppas gevonden. We hadden een match. En... we hadden ons eigen daarvoor aangemeld. Mocht je daar meer over willen weten, laat het me weten. Dan kan ik daar meer uitleg over geven. Maar wij hadden ons aangemeld bij zorgoppas. En nou is het zo dat bijvoorbeeld mijn ouders, die kunnen wel oppassen. Maar soms is dat maar voor heel eventjes. En dan moeten ze een uur komen rijden om bijvoorbeeld een uur op te passen. Dan vinden mijn ouders dat niet zo'n probleem, maar ik vind dat een probleem. Want ik wil niet continu iedereen tot last zijn voor oppas. En niet iedereen kan op Jordi passen.
Maar we hadden dus een match. En zij is vanavond hier geweest. Super lieve vrouw. Heel veel ervaring. En ook in de zorgsector. Met mensen met Down heeft ze ervaring. Dus kindjes met Down. Echt super veel ervaring. Super leuke vrouw. En zij komt binnenkort een keer een middagje even meedraaien hier. Om de kindjes te leren kennen. En ja, om gewoon meer over het gezin te weten te komen, et cetera. Ja, dat betekent dus dat Niels en ik ook een keer een avondje weg kunnen samen. En dat betekent dat zij mij ook een keer kan ondersteunen op het moment dat we het heel druk hebben. Dat zij bij wijze van spreken met Jordi iets kan doen. Of met Liam of met Sam. Wij betalen natuurlijk daar gewoon geld voor. Ja, dat. Dus daar ben ik heel blij mee. Dat betekent dat we een beetje zorg minder hebben in die zin. Met oppas. En met dingen regelen. Dus ja, dat. En ja, ik vind ze echt een leuke vrouw. Dus maar goed, Niels heeft douchen. Ik lig al in bed en ik ga lekker slapen. Dus bij deze ga ik ook deze upside down afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.